Je moet, je, je moet gewoon jezelf zijn. Je ik zijn waardeer andere, jou hoe je ja. bent. Nee, dat, dat, dat kan echt niet. Mm. Dat is niet normaal. Maar kijk, het is gewoon hetzelfde als dat je zegt. Maar Het is zo'n geluid dat je maakt als je eigenlijk niet mag lachen, bijvoorbeeld. Ook in een klas. Nee, maar dat doe ik wel echt. Ik wil het hier niet meer over. allemaal bij een nieuwe aflevering van Kick It, de podcast en vandaag heb ik uh, twee hele bijzondere getalenteerde mensen aan tafel en mijn favoriete package deal namelijk wie <laughs> <laughs> heb ik aan mijn rechterzijde Raphaël nummer 1 van de package deal <laughs> nummer één <laughs> oh, uh, nummer twee sorry en wie is nummer twee of maar, uh, nummer 1 bedoel ik ik ben Martine <laughs> Martine kijk <aan>. <laughs> <Ja>. <laughs> en um, jullie zijn al hoe lang actief bij Kick dit wordt ons vierde jaar. Ja, vierde ja, jaar ja allebei. O, ja. O, o. Kunnen we even terugduiken in jullie uh, historie van Kik? Dat kan zeker. Ik, we hadden het er toevallig vandaag over. Ja. Want uh, we toevallig. gingen allebei toevallig, heel toevallig, <laughs> omdat we toevallig vandaag een podcast ja, hadden. het was ook gewoon Les Minute. Van hé, hey, hebben jullie tijd? Oh ja maar, hoor. Ja. Nee, maar omdat ik, uh, ik dacht zelf al van tevoren, ik wil sowieso bij een vereniging in Groningen, toen ik naar Groningen ging verhuizen. En uh, ja, een studentvereniging dacht ik, nou mm, ja, nee, dat is het niet. En toevallig ging Martine ook bij Kik en wij hadden toen al wel wat contact. En toen gingen we samen naar de commissiemarkt. Ja, inderdaad. Ja, ik wist eigenlijk ook al van tevoren dat ik eigenlijk al bij Kik wilde. Ik had al helemaal de Instagram-pagina gestalkt en zo. Want het leek me gewoon echt heel erg leuk. Alleen ik wist niet echt wat er allemaal, wat er allemaal was qua commissies en zo. Maar ik, vond, ik weet nog wel dat ik het wel heel leuk vond om dan met Rafael daar dan een beetje over te hebben. Waar was want... het? Was het al voordat jullie in setje waren of voor? Oké, okay. want ja. Rafa en ik hebben elkaar eigenlijk leren kennen, omdat wij allebei in dezelfde klas zaten. Ja, niet oh, eens door Kik ja. eigenlijk. Dat, dat zeggen we wel eens, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Oh, ja. dus nee. eigenlijk zijn er helemaal geen uh, kik Nee. Shit. Nee, oeps Nou, jaar, het ja. kwam wel echt door Kik dat wij elkaar beter leren ja, kennen precies. hoor. Want toen was er nog met corona, ja. Ja, zagen we elkaar één keer in de week of zo op school. Dus we zagen elkaar bijna nooit. Nee. Via Kik was wel mooi van er was niemand. Uit onze klas die bij Kik ging op één iemand na of zo ja. en wij. Dus toen konden we wel zo een beetje met elkaar optrekken. Klopt, dat was wel handig. Maar het was niet zozeer dat dat via Kik echt was. Maar hoe heb jij Martina uiteindelijk binnengengeld? Ik deed wel nou, één poging. Want <laughs> ik was achteraf. Uh, ja, had haar sollicitatie bij Kik. Voor welke commissie was dat trouwens? Uh, ja, voor de redactiecommissie. Oh ja. En ik was echt super zenuwachtig. Dat weet ik weet nog wel, dat was toen... dat ik toen mijn sollicitatie had, toen net na de lunchpauze of zo. En toen hadden wij nog wel samen een broodje gegeten. Ja. En toen ging ik nog eventjes wachten op een sollicitatie. Helemaal als een zenuwpeesje, zeg maar. Die dag hadden wij ook les. Zo schattig. Echt alleen ja. al van... Oh, ja, vet leuk. Samen naar de commissiemarkt. Samen broodje eten. <laughs> ja. Het klinkt allemaal een beetje zo'n middelbare schoolliefde of zo. Ja, maar het was wel ja. nog, nog een beetje anders, want zij had dus die sollicitatie en ik zou gewoon naar huis gaan. Ja. Maar wij waren altijd met z'n drieën met nog één andere persoon uit onze klas. Een derde wiel. Een derde wiel, een beetje. <laughs> en uh, toen zag ik eindelijk de kans dat ik een keer alleen met Martine kon zijn. En dat was toen zij die sollicitatie had. Maar goed, ik was nog wel met het derde wiel. En um, Noem maar toen, geen namen. toen ging ik dus met diegene terug in de bus naar het hoofdstation vanaf uh, Zernike. En um, toen dacht ik, ja maar kut, dit was echt mijn moment geweest om nog even met haar te blijven en te praten. Maar ik dacht, hoe ga ik nou tegen het derde wiel <laughs> zeggen van, oké, okay, uh, ik ga weer terug naar de Hanse Dus toen heb ik gezegd dat ik mijn uh, pinpas was vergeten in de kantine, wat niet waar was. En toen ben ik dus teruggegaan met de bus naar de Hans. En toen zei ik, hey, oh, ben jij hier ook nog? Ja, ik ah, weet nog man. wel. Ik was toen aan het bellen met mijn zus. Omdat ik echt gewoon zo zenuwachtig was. Dat had echt helemaal geen enkele reden eigenlijk ervoor. Maar goed. En dat jij toen in één keer op mijn schouder tikte of zo. En dat ik me echt gewoon kapot schrok. Ik dacht echt, wat is ja. dit? En wat doe jij hier? Maar Martine wist dat nooit. Dat dat een nee, nep jij... verzonnen verhaal was. Daar kwam ze, denk ik, een half jaar later. Oh, of een jaar heerlijk. later. Nadat ja. we dat hadden, kwam ze daar pas achter. Echt een love story. Oh, ja. maar wat echt... Te schattig ook dat jij gewoon van eigenlijk ja. kon je al gewoon naar huis gaan. En je dacht: nee, deze kans laat ja, me ik niet schieten. Ik had anders gewoon echt geen kans om echt even alleen met Martine in gesprek te gaan. Want we waren altijd met z'n drieën. Altijd. Klopt. Maar vanaf dat moment duurde het, geloof ik, nog wel echt iets van een paar maanden voordat je me wel om een ja. eerste date vroeg. Dat wel. Oké, okay, dus ja. het heeft nog wel even geduurd daarna. Ja, ja nee, klopt. Okay. Ja. Ja. Nee, maar zelfs toen had ik echt gewoon een blinddoek om of zo. Want ik dacht, ik was er echt van overtuigd dat wij gewoon vrienden waren. Maar ik, daar moet ik wel bij zeggen, zeg maar, de allereerste keer dat ik Rafael zag in de, in de klas, toen dacht ik al wel van, oh my god, zeg mijn dromen. Dit wordt niet de grote, niet so, ja, date show van... Nee. Uh, maar op een gegeven <laughs> moment... ook mij, uh, ver... nee, dat kan natuurlijk niet, maar kickdates. Kick Vertel maar. maar ja. ja, maar op een gegeven moment toen niemand maakte van onze move, we waren echt allebei gewoon echt extreme poesies. Dus toen dacht ik van ja, Rafal ziet het vriendschappelijk. Ja, maar jullie zijn ook altijd een beetje van die ultieme golden retriever, zeg maar. Die heeft zo'n <laughs> he, zo hele positieve energie en alleen maar, maar leuk tegen elkaar doen. Maar inderdaad, dan dat je toch. altijd ja. ja. net niet die. Klopt. Dat je alleen maar leuk tegen elkaar blijft doen, maar eigenlijk komt er dan niks van. Goed samengevat. Ja, ja. ja. maar ja. wie heeft uiteindelijk wie op date gevraagd? van mij. Ja, toen gingen we ja. schaatsen, geloof ik. Nee. nee. Oh, nee. Oh, kniepertjes niet, nee. bakken, sorry. ja, inderdaad. Ja. Oh, ja. Ja. De kniepertjes ja. Bakken. Het was toen ook nog corona-tijd. Dus oh, ja. Toen ja, we konden, we konden niet zoveel. Echt... Nee, nee. 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 Oké, okay. okay, nou, even, ik zal jullie verder even met rust laten over jullie liefdesleven. Maar ik, dit verhaal ken ik niet, want ik ken het <laughs> natuurlijk al een tijdje. Maar ik heb dit verhaal nog nooit nee, gehoord. Ik stelde dit ook nooit <laughs> aan iemand. Dus, ja, maar nu weet je er Nee, ik vind het heel schattig. Met, met de billen bloot. Maar goed, oké, okay, we hadden het even op commissies. Um, Martine, jij zei net dat je dus heel zenuwachtig voor, was voor die sollicitaties. Ja. Maar hoe kijk je daar, zeg maar, als je daar nu op terugkijkt, heb je dan dus zoiets van. Dat was, het sloeg ja. eigenlijk helemaal nergens op dat ik. Uh... Ja, nee, het sloeg echt nergens op. Maar ik ben sowieso al wel een beetje persoon... Ik kan wel al snel druk ergens opmaken. Ja. Of gewoon zenuwachtig ergens vervoelen of zo. Ook omdat ik dacht van ja. Dit, dit moet wel echt leuk worden. Ik moet wel echt worden toegelaten. Want dit is wel echt een beetje de manier om dan vriendinnen dan te maken tijdens coronatijd in Groningen. Want ik kende eigenlijk echt niemand uit Groningen. Want ik, nee. ik kom zelf dan uit joude nou ergens een dorpje in Friesland. En ik kwam sowieso nooit in Groningen. Alleen voor de open dag, dus voor de Hanses. Voor ja. de rest was ik er ook nog nooit <laughs> geweest. Dus ja, ik, ik maakte me daar heel erg druk om. Maar het, ja. ook tijdens het gesprek, het ging eigenlijk gewoon prima. Ja had ik gewoon echt niet druk om hoef te maken. Nee, ik herken dat ook wel. Want ik weet ook wel, toen ik uh, mijn eerste sollicitatie had... Kijk, dat was toen voor de SACO. inderdaad denk je oh ik wil dat zo graag en ja. alles is natuurlijk nieuw en je gaat natuurlijk voor het eerst ga je dan naar de, naar de hogeschool en dan denk je ik oh, alles, alles moet goed moet, alles moet goed ja. en zo en dan heb je zo'n situatie en dan denk ik echt zo'n oh nou gezellig gesprek weet je ja, wel, met, inderdaad. De, met de interne zo dus eigenlijk denk je nou, dan kan je er nu wel weer om terug om lachen eigenlijk ja eigenlijk. Maar inderdaad zo grappig dat je daar toch meer een soort van een beetje groeit ja, ja echt hoor ja, ja. Ja, maar ook omdat het best wel informeel was. Toen dacht hij ook, het is allemaal best wel serieus. En ja, ik had al helemaal van tevoren met jou besproken. Oké, okay, wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn zwakke punten? Ja. Dat, ja. dat al wel. Ja. Je zou bijna salaris moeten krijgen voor zo'n commissie, hè? Maar als je zo'n uh, dikke sollicitatiegesprek ja. hebt daar. Dat wel wel. Ja. En jij, Raf, waar heb jij uh, je sollicitatie voor gehad? Ik ging toen gelijk voor studio, omdat ik toen al wist oh, dat ja. ik video hm. heel leuk vond. En toen heb ik volgens mij, ik weet niet of ik jou ook al een keer had gezien, maar ik had wel een keer met... met was gepraat. Toen dacht ik, oh ja, dat lijkt me echt leuk. En um, ik wilde gewoon eigenlijk voor de gezelligheid erbij. Maar daardoor ja. dacht ik wel echt van oh, toen ik dat uiteindelijk ging doen, dacht ik wel echt van, oeh, video, dat is wel echt leuk om te doen. Ja. Dus daar ging ik toen ook in door. Ja. En dat kwam wel echt door de commissie. Ja, en um, ik moet zeggen dat. Want jij hebt al, je had al redelijk wat ervaring met video ook, hè? Voor ik deed tijd. er al wel wat mee, maar ja. nog niet heel veel. Af en toe filmde ik wel eens wat. Maar dat ja. was nog best wel hobbymatig, een beetje op vakantie en zo. Ja, precies. En door kik ben ik er maken wel. Maken ja, ja. ja, door kick ben ik er wel meer ingerold om dat ook wat, wat serieuzer aan te doen. Ja, kijken. het is wel echt heel gaaf dat zo'n commissie eigenlijk ervoor zorgt dat je um, jezelf op dat vlak nog veel beter kan ontwikkelen. Omdat er eigenlijk, tussen spreek dan uit eigen ervaring, dat je dat er niet echt druk achter zit. Het is niet een commercieel doeleinde of zo. Nee. Het is gewoon echt puur het leren... Ja. dat je gewoon lekker alle creatieve vrijheid hebt... en dat je op basis daarvan gewoon... nog je verder aan kan ontwikkelen in video. Zeker, ook omdat je... ja, als je iets fout deed, was het helemaal niet erg. Nee. En het was wel allemaal vrijwillig natuurlijk... maar daardoor juist kon je alle fouten maken. Ja. Was het niet erg. Nee, precies. Nee. Ja, Martine, jij bent uh, tegenwoordig ook al veel in de video te vinden. Ja, klopt. Ja, met. en toevallig <laughs> ook voor de camera... Ja, oh ja, dat was inderdaad <laughs> ook zo. Ja, met de introweek inderdaad. Ja. ja, dat was wel een beetje de eerste keer dat ik wel zelf echt voor de camera stond. Was dat de eerste keer? Ja, dat ja. ik wel echt heb. Ja, ja, mensen ging interviewen. Dat was wel de eerste keer. Oh. Want um, mijn, voor mijn baan, ik, doe, ik werk voor Growing live en dan ja. maak ik ook video's. En ja, dan was ik gewoon altijd gewend om dat soort video's. Maar dan, dat ik dan achter de camera stond. Dat ik dan ja, echt ging filmen. En, oh, ja. ik dacht dat jij al veel vaker had gepresenteerd. Joh. Nee, Tenminste. nee, dat was de eerste keer. Ik was ook daarvoor, was ik dan ook weer heel zenuwachtig. maar nou, niet te zien. Ik heb echt genoten van die... Echt, oh, ik heb lief. ze toevallig vanochtend, heb ik ze gewoon weer even teruggekeken. Ik moest, <laughs> ja. zeg maar, bij elke video kreeg ik weer echt een glimlach op mijn gezicht. Omdat ik, ja, dus als, zeg maar, ten eerste super goed geëdit. En super ge goed gepresenteerd. Ja, je hebt die nou ook geëdit, hoor. Samen Hebben ge die alle ja. twee geedit? Ja, nou, alle twee, zeg maar, echt. Top geedit en dan een presentatie. Ja, het is gewoon een compleet plaatje. Ik kon, lag weer helemaal <laughs> in. Ik vond het ook echt heel leuk om te doen. Ja, ja. Ja. Dus meestal zeg maar echt een beetje de eerste stap van oh. Ga ik het wel leuk vinden? Werkt ja. het wel een beetje zoals ik in mijn hoofd wil dat het gaat, zeg maar? maar ook maar omdat je, je ja. bent op zo'n introweek, iedereen kent elkaar nog niet, maar alsnog ja. mensen zeiden echt alles ja. alles. ja, ik zat echt geen blad echt? op de mond. <laughs> ik zat daar ook echt, ik dacht van hoe, ik, ik zweer, ik denk dat als dit mijn, mijn eerste introductie kan zijn, ik zou echt een beetje bescheiden zijn. Van, Oh ja, ik ken deze Tuurlijk. mensen helemaal niet, ja. maar wat er allemaal gezegd is, zeg maar even voor de luisteraars thuis, ik denk dat er echt nou nog niet heel veel dingen ook gewoon eruit gekut is. Want dat, ja. dat kon gewoon niet. <laughs> Het nee, echt ja, leuk dat mensen zich... dat uh, ja, ja. een generatie dingetje zijn en zo? Dat iedereen neemt, geen blad meer voor de mond heeft? Ik maar... weet het niet. Ik weet, ze schamen zich er ook helemaal niet voor. Nee. Ook de, de Italiaanse man ook niet. Daar nee. kwamen we laatst nog Ajay. tegen. Ja, ja. Even fragment van Ajay. Hij vond het echt mooi. Hij, hij vond het ook leuk. Hij keek er ook leuk op terug. En die ja. andere gast ook, ja. van de, de allereerste. Ja. Maar het blijkt natuurlijk dat... Het niet. Het niet Nee, ik was gewoon nog een beetje aan het lachen. Uh, <laughs> ik word alleen maar geneemd hier. Nee, Raffael heeft zeg maar een dingetje dat hij altijd een beetje een gek geluidje maakt. Als hij In, moet lachen. Als hij moet lachen. En als hij, als hij aan het filmen is, dan moet hij zeg maar zo stil. Het hij... kwam door de foto. Het kwam echt alleen maar door één foto maken. En nu zeggen jullie dat ik dat Sommige... altijd doe. Tijdens een podcast opnemen, tijdens filmen, foto's. Sommige <laughs> mensen zeggen en Rafel doet... <lacht> <lacht> ik wil dit niet over hebben. Nee, dat was ook bij, dat, bij de borrel van de introductieweek. Toen moest... Oh, sorry. <laughs> helemaal helemaal van slag hier. Oef. Oef. <laughs> Toen uh, moest Rafael dus ook uh, mensen uh, filmen en filmen. Jij ging ook interviewen toen. En ik stond naast Rafael een beetje mee te kijken. En Rafael stond echt zo... Ja, helemaal last van mijn rug. Helemaal, helemaal zo gefocust te filmen. In een keer tikt zij me aan. Ik denk, <laughs> ik... ja, wat, wat doe jij? <laughs> en um, nou, er werden best wel gewoon grappige dingen gezegd. En Rafael maakt dan inderdaad dat geluid zo... <laughs> Verder accepteren we je wel, hoor. Ja, ja, je wordt, ja. Ja, ja. Maar, ja, je bent zoals je bent. Ja, maar weet me je. kijk, met een foto, dat snap ik het wel. Dat maar even, ik... Ja, gewoon, net zoals dat je cheese zegt. Als jij wil lachen voor een foto. Maar dat ik dat tijdens het filmen doe, dat is echt belachelijk. Ja. Ja, Misschien ik, moet je even laten nee, checken. Ik vind het wel een, le een leuk, uniek dingetje voor jou. Ja, lief, dank ja. je. laat het checken. Oh, sorry. Ja, ik bedoel, heel lief van jou, hoor. Ja. Ja. Um, Martine, jij, um, uh, jij bent ook tegenwoordig een beetje aan het editen. Maar je hebt mm -hmm. geen studio gedaan bij Kik. Nee, klopt. Nee, inderdaad. Heeft uh, Raphaël jouw uh, nou, overstreep getrokken? Um, nou, toevallig. Dus toen de eerste dag dat ik Raphaël leerde kennen... Ja. toen uh, moest je dan uh, met jezelf voorstellen... wat zijn je hobby's en dat. En ik... Wat misschien veel mensen niet van mij weten, maar ik heb eigenlijk altijd al een passie gehad voor video's maken. Oh. Maar ik had nooit echt uh, ja, de bal om dan echt een camera te kopen en zo. Dus het was allemaal een beetje heel laagdrempelig met mijn telefoon en zo. Ja. Oh, en ja. ook al een beetje, dat, dat zei je ook al een keer, dat doordat ik het al deed en zo... En dat mensen dan niet van mij wisten, dat mensen me vaak associëren als... Maar ook, ja. ook meer van dat, dat jij er niet echt meer mee door wilde, omdat ik het ook al deed ja. en je dacht... Oh, nee, ja. Ja. Klopt inderdaad. Misschien een beetje, een oh, een beetje een met... spannend als over oh, wat vindt Rafael ervan of zo qua jouw filmkunst of dat niet? Ja, nou zeg maar, um, Rafael die deed dat toen al met hele coole camera's en zo. En toen dacht ik van, oh god, ja, nee, ik pak er helemaal niks van dan. Weet je, als je dan ja, met elkaar ja, ja. vergelijkt. Ja. Dus toen dacht ik van, nou ah, weet je, ik zet wel op een lager pitje. Ik doe wel een andere commissie. Want ik, ik vind sowieso creatief bezig zijn gewoon echt hartstikke leuk om ja. te doen. Maar op, ja, op een gegeven moment toen met de opleiding, dan leer je wel omgaan met uh, Premiere Pro en zo. En toen. Had ik eigenlijk wel weer een beetje de oude passie weer een beetje opgepakt. En ik merk ook wel dat ik dat echt, echt heel leuk vind om te doen. En ja. En nu uiteindelijk wel je eigen camera gekocht? Nou, eigenlijk oh. gebruik ik het <laughs> nog steeds. In ieder geval maar een oude camera die ik eigenlijk nog steeds moet overkopen. Ja, die zou jij uh, twee jaar geleden al overkopen. Oepsie. Net zoals die MacBook die jij nog uh, moet betalen. Oh. ja, so, die MacBook. Die vandaag is gesneuveld. Ja, daar wil ik niet over hebben. Oh, pijnlijk. Man. Ja, pijnlijk, pijnlijk. Nee, niet. Ja. Ja, Alleen een mij. kleine. Uh, knipperend uh, Ik breng in. gewoon oh. ongeluk. Oh, daar heb ik Twee ervaring weken, mee. Twee weken, Twee weken heeft ze ja. nog maar. Oké, okay, sorry. Ik gooi haar nu echt voor de bus. Ja, dat. Voor de bus gesproken. <laughs> Terug van station waar je je pinpas <laughs> ja. ja. Wel een goede actie. <laughs> ja, zeker weten. Anders zaten we hier nu niet. Ja, of wel, ja, maar dan okay. anders. Op een andere manier. Ja. Ja. Kan ook nog. Goed. Maar goed, ik, ik heb nooit ik... voor studio gekozen. Nee. Maar ook wel omdat Raffel dan altijd wel voor studio koos en ik dacht van ja, iedereen kan, we, we kunnen wel een beetje onze eigen weg daarin gaan. Ja. Eigenlijk nooit van gekomen, maar nee, ik, het zou me wel heel leuk lijken. Ik vind het ja, vind wel een commissie dat, waarvan ik denk van oh, ja. leuk. Maar jij bent nu, uh, want ik heb ook af en toe wel eens uh, video's voorbij zien komen van vakantie en zo. Dat jullie wel. Of doen jullie het dan samen? Maak jullie dan samen shots en gaan jullie dan samen editen en zo? hangt er vanaf ja. of we samen op vakantie zijn geweest. Ik heb ook wel video's gemaakt. En dan was er af wel helemaal niet op vakantie. Maar dan kreeg ik een comment. Oh, wat leuk dat je vriendje dit voor je doet. Maar ik dacht, ik heb het gefilmd oh. en ge Ze gewoon met de credits door Ja, inderdaad. Oh. Nee, maar goed. Vaak doe jij het ook allemaal helemaal zelf. Dank je wel. Maar je helpt me af en toe ook wel hoor, als ja, ik iets goed. niet weet. Ja, dat is ook wel handig. Je hebt gewoon een soort ja. van... Uh... Ja, begeleiden. Dat klinkt net alsof we best stichting. Ja, zonder maar... ik heb er <laughs> nee, Ja, Nee, maar het is wel handig. Want je leert wel heel veel van elkaar. En ik, ja, klopt, dus wat hoor. ik wel leuk vind, is dat jullie elkaar helemaal in de passie zeg maar helemaal. Ja, dat vind ik ook echt heel elkaar leuk. elkaar omhoog. Ze zijn echt een topteam of zo. Ja, ja we inspireren wel elkaar. Jullie ook en zouden zo'n media-team ja. kunnen beginnen, zeg maar samen. Ja, volgend jaar, Kijk, alles. Ja. Dat doen wij zo. Ja. ja. Nee, maar dat is ook wel wat ik later ook wel zou willen doen. Ja. In die richting. Ik weet niet per se of ik alleen video's zou willen doen. Misschien ja, maar jij bent wel... laatst ook uitgelicht, toch? Op de instagram ja, uh, zeker. Als uh, de uh, Freelancer. Ja. Ja. ja, nee, nee, maar dat vind ik hartstikke leuk. Maar ook, ook dit soort content maken, want dat is natuurlijk wel heel anders dan ja. een beetje aftermovies filmen, wat ook heel vet is. Ja. Maar zo, mm -hmm. ja, soms zit je dat zelf, uh, zoals de intro-week te editen, en dan lach je gewoon helemaal dood om wat mensen ja. zeggen. Ja. Dat is eigenlijk ja. misschien nog wel veel leuker. Ja. Oh, ja, 100%. Maar zien jullie de toekomst in, uh, in video voor jullie zelf. Zouden jullie daar later echt wat mee willen doen? Ja, ik sowieso wel. Ja, ja. we hebben ook sowieso, toevallig ook samen in hetzelfde groepje hebben we ook al samen een documentaire gemaakt. En ik merkte wel echt dat ik dat gewoon zo, zo ontzettend leuk vind. Ja. En ik, nou, ik heb ook wel afgelopen jaar heb ik dan stage gelopen. En dan zie je een beetje echt hoe het in het echt in een werkveld eraan toe gaat. En vaak word je ook al echt een beetje in hokjes gestopt. Dus of, of je wordt alleen maar video editor, of je bent een beetje dan de regisseur, dit of dat. Ja. Maar uh, ik, wil eigenlijk, ik wil eigenlijk alles. Oh. <laughs> Het kan je, je moet één in kiezen. Nee, nee dat wil ik niet. Maar dat was toen wij samen de documentaire maakten. Toen vond ik dat echt gewoon geweldig. Ja, dan ben je gewoon echt een creatieve duizendpoot. die zeg maar, ja. alle taken zeg maar, op zich kan nemen. en uh, daar Precies. verder ook weer wat meer over kan leren. Ja, ja met documentaire is dat wel heel interessant. Dat je komt zoveel meer bij bekijken dan inderdaad als je alleen een echte movie maakt en een mm. vette edit overheen ja. gooit. Maar dan ook echt het interviewen en een goede verhaallijn. Ja, en, uh, klopt. Inderdaad. Um, jullie hebben samen een documentaire gemaakt, hè? Ja. Waar ging die ja. ook weer over? Over Srebrenica. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Oh ja, jullie zijn naar Bosnië, Bosnië ja, gegaan. Naar Bosnië ja, voor oh, 5 dagen. dat is ook ja. zo. Ja. Voor ja. de minor medialisme, hè? Ja, ja. ja, klopt. inderdaad. Ja. Oh, heel vet. Ja, dat was echt een ervaring. <laughs> ja, daardoor dachten we ook wel echt van video's. <laughs> wel echt heel leuk. Maar het was wel heel leuk. Het was wel echt een avontuur daar in Bosnië. Dat is een beetje. Echt, echt een ander land dan Nederland. echt ja. Heel ander cultuurtje Heel gek, ook, denk ja, ik. Ja, ja. Het voelde echt een beetje alsof je echt 70 jaar terug in de tijd ging. Ja? Zo. Ja. Mensen waren nog aan het roken in cafés en zo. Oh, en afval ja. werd gewoon verbrand. En allemaal afval werd gewoon in de sloten, de rivieren, wat gegooid. En je zag ook gewoon nog kogels schoten gewoon echt in gebouwen zitten. En je zag echt nog gewoon dat die hele stad, zeg maar, gewoon nog niet echt nou ja, opnieuw was gaan uh, Oh, bizar. Ja. Dat kan je hier leven. in Nederland helemaal niet meer... Uh... Voorstellen. Nee. Nee, 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 dat soort dingen. Zeker niet. Nee. Nee. Maar wel heel leuk om te doen. Ja. Ja. Hebben jullie ook uiteindelijk een première gehad in, um, uh, in het Forum? Ja, 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 dat ging uiteindelijk wel weer door. Ja. Volgens mij daarvoor niet vanwege corona, maar ja. dat, we, dat was ook echt heel mm -hmm. leuk om, om te doen. Ja, want ik heb, inderdaad, ik heb ook de minor middellife gedaan en um, vanwege corona hebben wij ook nooit een... Uh, nee. Weet je dat, een première gehad? Dat vind ik wel heel oh, jammer. jammer. Ja, wel alleen met alle, alle studiegenootjes en zo die dan die minor hebben gedaan maar uh, nooit uh, zeg maar, helemaal fancy uh, in ja. gala kleding en ja dat is, wel en, uh, ja, dat is wel heel erg jammer dat was wel leuk dat geweest het hoort wel een beetje bij de ervaring ofzo. klopt ja, ja. dat ja. voel je toch wel even een soort van Na een Oscar-nominatie gaan. Ja. Uh, ja. dat je ja. daar ik ja. net niet zo staat met het meisje ja, ja inderdaad. jaar maar... lang daaraan gewerkt dan wil je ook wel dat, dat mensen het zien klopt dat ja. ja en ja. het is sowieso heel anders zeg maar toen wij de documentaire gewoon keken zeg maar toen die was op de computer of een uh, computer laptop dan um, ja, was het wel, we vonden het toen echt al van, oh wel, wow, wat, wat cool zeg maar. Ja. Maar als je daar dan zo zit in, in die zaal en dan zit echt, zeg maar, super luid. Net ja. als een bioscoop ja, Kipfel. Ja. ja, echt super gaaf. Echt heel gaaf. Ja. Maar uh, kunnen jullie wat meer vertellen over die documentaire die jullie hebben gemaakt? Ja, zeker. Wij hebben daar, uh, we zijn met een meneer naar Bosnië geweest. Wat voor meneer? Uh, dat was een, uh, een, een veteraan, een ex-veteraan. Oh, okay. En die heeft daar in, uh, ik weet even niet meer de datum, maar hij heeft daar <coughs> tijdens de oorlog die daar in uh, Joegoslavië was, heeft hij daar gezeten mm -hmm. uh, met Dutch Bad 3. Dus vanuit Nederland werd hij daar uitgezonden. En uh, daar heeft hij voor ongeveer na een paar maanden gezeten. En toen zijn wij eigenlijk met hem naar Bosnië gegaan om de plekken weer te bekijken waar hij is geweest en hoe dat ook voor hem is geweest. Ja. En, en de documentaire gaat niet zozeer over alleen het verhaal daar... maar ook wat voor impact dat heeft gehad op zijn leven nu. En uh, ja, we, brengen dat, we hebben dat eigenlijk helemaal in kaart gebracht. Oh, wat ziek ja. ja. En heeft hij uh, zelf de documentaire ook alweer teruggekeken? Uh, ja, zeker. Al was hij bij de première? Ja, ja, hij was bij de première. We hadden hem ook al gezien voor de première ja. hoor. Want het is wel even schrikken als je jezelf ineens op groot scherm ziet. Ja, zeker. En natuurlijk misschien bepaalde dingetjes wat hij heeft gezegd wat hij misschien toch liever niet had Klopt. in beeld. Ja, of zo. Of... ook al viel ons dat uiteindelijk heel erg mee. Omdat we wel bepaalde dingen erin hadden gelaten waarvan we dachten, hm, wel gevoelige ja. informatie. weet weten mm -hmm. niet of hij dat er wel in wil hebben. Ja, precies. Omdat zijn uh, situatie met zijn kinderen ook niet zo, zo fijn was. Hm. Uiteindelijk mocht dat. Er allemaal wel in en um, is dat ook wel vrij goed ontvangen. Hij heeft uh, daar ook nog een goed gesprek over gehad met zijn zoon, dus op ja, zich joh. heel mooi. Ja. En um, dus het ja. heeft hem eigenlijk nog veel meer gebracht. Zeg maar los van de documentaire heeft het misschien hem nog wat meer gebracht, zeg maar qua in zijn familie. Uh, Ik denk het wel, ja, ook ja, want... wel om om te laten zien aan andere veteranen van kijk uh, je kunt zo diep in de put terechtkomen ja. door zo'n situatie voor voor wat voor veteranen dan ook. Ja. En dat je uiteindelijk toch wel weer eruit kunt vechten. En dat het, uh, dat je er eigenlijk ook weer weer sterker uit kunt komen. Ja, uh, jullie documentaire is die ook niet. Um, die was ook genomineerd, toch, of zo? Of niet? Hij is op NPO 1 ja. gekomen. Ja. ja, wel. hè? Ja. Ja. Oh, mijn god, dat is echt. Uh, ja, echt. Af. Niet <laughs> Hebben jullie daar verder nog re veel reacties over gehad? Had die daarop, uh, ja, dat hij daarop verder nog veel wel. dingen uit voortgekomen of zo? Of, uh... of, nou, ja, nou, vooral hij. Ja. Hij heeft er heel veel van te horen gekregen. Natuurlijk, Klopt. ook omdat oh. hij wel veel mensen ja. in die wereld kent die ja. daarop reageren en zijn familie natuurlijk. Ja, 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 verder natuurlijk onze eigen families en docenten ja. en zo die dat heel vet ja. vonden. Ja, maar dat was wel heel bijzonder, ja. Ja, dat ja. is wel echt heel vet. Ja. En uh, als mensen zeg maar die documentaire nu zouden willen zien, zouden ze die dan ergens terug kunnen kijken? Dat kan. Ja? Op NPO Start. Oh. Ja, daar en staat moet je hij nog steeds toch? op. Nee hoor, gratis. Nee? Ja hoor. Oh, ik dacht dat ja. je daarvoor moest betalen. Nee, dat is NPO Plus volgens mij. Dan moet je ervoor betalen. Oh, NPO Start ja. is gratis, kan ja. iedereen het uh, bekijken. Oké. Okay. En hoe heet die? Waar, waar moet ze op zoeken? Edo Srebrenica 95. Okay. De meneer zelf heet Edo van den Berg en het was in 95 dat hij werd uitgezonden. Ja, oké. Okay. Ja. cool. Zo zie je maar dat je met een minor medialisme dat je toch nog uh, een stapje dichter bij de media komt, hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat. dat was sowieso dus wat leuk aan het studio. Dat je... Niet studio, studie, wilde ik zeggen. Um, dat je... Um, in jaar één kom je natuurlijk veel meer in aanmerking voor of in aanmerking. Wat zeg ik allemaal? <laughs> in, in aanraking wilde ik zeggen. In aanraking met Premiere pro. Dus duidelijk een stukje video uh, met media. Tenminste, daar kan je voor kiezen over medialisme, dat je natuurlijk mm -hmm. weer meer in je video gaat. Je kan. Nou vroeger kon je zelfs nog afstuderen met uh, een documentaire, weet ik. Maar dat hebben ze volgens ja. mij af. Volgens af, mij kan uh, het nu wel weer, of vanaf volgend jaar, want dan verandert het heel jaar vier weer. Oh, ja. Maar dan kan het volgens mij ook weer. Altijd die studies hier veranderd ja. worden. Ja. Dat is bij mij ook zo met mijn scriptie. Gooi je ze op de hele scriptie om. Dan moet je op een hele andere manier onderzoek doen. Jij ja. um... ja, ja. moet ook scriptie doen, toch? Ja, of ja, niet? Of nou ja, ja niet, niet dit half jaar, maar dit ja. jaar. Dit ja, jaar. jaar. Ja. En ja. jij, Raf? Ik ook. Oi. Nu keusvakken en daarna scriptie. Nou, succes. Maar ja, dus volgend jaar verandert het weer helemaal. Ja. Maar goed. Ja, lastig. Ik denk dat het ook een uh, mooie is om mee uh, af te sluiten. Ja, dan gaan we het doen. Mooi. <laughs> wat ging, dit snel, wat ja, ging het snel. Ja, dat ging heel snel. Ja, hè? Zo, maar je ja. Nog, je kwam helemaal in die bubbel. En, uh, Jij hebt ook je hebt niet echt meer, meer door doen. dat hier ook nog mensen zitten. Lekker, nee, we zijn gewoon alsof we zo in een uh, café lekker met ja, een iced ja. een drink eerlijk. zijn. Lekker. Um, ik uh, wil jullie onwijs bedanken voor jullie tijd en voor de gezelligheid. Ja, Jij ook ik, uh, ik heb ervan genoten. <laughs> ook. Uh, ook de luisteraars slash kijkers thuis onwijs bedankt voor het luisteren slash kijken. <laughs> en uh, ik hoop jullie de volgende keer weer uh, te zien. Tot de volgende keer. Doei! Doei. Doei.